In het begin van het seizoen is het natuurlijk altijd duidelijk dat er nieuwe spelers zijn en die willen zich heel graag voorstellen. Ik denk dat het bij jou ook het geval is. Jazeker. Nou, ik ben Lars Huber, 22 jaar, kom uit Zutphen, woon in Zutphen en daarnaast studeer ik in Zwolle junior account manager. Leuk, mooi. Hey, en je bent je carrière begonnen, waar? Ja, ik ben begonnen bij AZC in de jeugd. Daarna heb ik een jaartje gespeeld bij Twente en de Graafschap. Toen teruggekomen naar Warnsveldse Boys gegaan, toch een stapje omhoog willen. Nou, dat was alsnog niet genoeg voor mij. Toen ben ik naar FC Zutphen gegaan. Daar heb ik ook in het eerste gespeeld. 2 jaar denk ik. En daarna naar CSV gegaan, 2 jaar gespeeld. En nu hier. Nou heb ik eergisteren of zo, zag ik een stukje, heb ik gelezen van Jan Kromkamp, je oude trainer. Ja. Waarin hij ongelooflijk zijn spijt duigde vanwege het feit dat jij gewoon naar een andere club gaat. En hij had nog een jaartje bij ons moeten blijven. Ja. En, maar goed, het is gebeurd Lars. Had je geen geduld? Nou, ik ben een speler die graag het hoogst haalbare wil halen. En DVS volgde ik al een tijdje. Altijd mooi voetbal, goede spelers. En toen DVS kwam, dacht ik wel voor mezelf, ik moet deze kans pakken. Ik ben er klaar voor, dus daarom was er eigenlijk bij mij geen twijfel. En ben ik blij dat ik nu bij deze mooie club mag spelen. Ja, maar je hebt denk ik ook wel een hele mooie tijd gehad bij CSV. Ja, zeker. Hele goede trainers gehad. Daar heb ik echt heel veel aan gehad. Nog een betere speler geworden daarnaast. Leuke teamspelers, ook goede spelers. Dus zeker een hele mooie tijd gehad. Waar vind jij dat je het meest tot je recht komt in het elftal? Zo, ja, moeilijk. Op 10 heb ik eigenlijk bij CSV veel gespeeld. Maar op het laatst ook veel hangend aan de zijkant. Beetje een vrije rol. Dus voor mij maakt het op zich niet heel veel uit als ik maar speel. Maar het liefst op 10 of hangend buitenspelen. Ja, eigenlijk heb je dat in de oefenwedstrijden ook al wel laten zien hier bij DVS, hè? Ja. Wat vond jij het beste voetbal wat DVS tot nog toe gespeeld heeft in de oefencampagne? Welke helft? Moet ik even goed nadenken. Ik denk IJsselmeervogels hebben we wel redelijk goed tegen gespeeld. Met name de tweede helft, ja, denk ik. Hè? En tegen Spakenburg ook wel eerste helft goed aan de bal. Misschien niet genoeg kans gecreëerd, maar was ook moeilijk. Zij speelden met 5 achterop. Maar ik denk dat we die eerste helft ook wel redelijk voetbal hebben laten zien. Ja, ik dacht even van, oh, nu komt hij met een stiftje. Toen je doorbrak, hè? Ja, weet je? Ja. Ja, dat was wel mooi. Dat was geen goal, maar... Dat was net geen goal. Nee, net geen goal. Nee, precies. Je hebt nou zeg een dikke maand bij DVS achter de rug. Genoten tot nog toe? Ja, zeker. Goed opgevangen door de jongens, door de trainer. Gewoon een goede en leuke groep. Dus dan vind je ook wel snel en makkelijk je plekje. Dus dat is fijn. Ja. Ken jij het begrip doorvoetballen? Ja, zeker. Ja. Daar is Peter Wesseling, heeft het stiekem tegen mij gezegd, dat hij dat ook in jou waardeert. En ik hoop dat je dat heel veel laat zien. En dat je ook lekker onverwachte draaibewegingen maakt. Bewegingen waar de tegenstander van denkt, wow, wat is dit nu? Wat gaat hij doen? Dat vind je het leukste, hè? Ja, zeker. Ik denk dat ik een technisch speler ben die vaardig aan de bal is, snel kan draaien. En daarnaast hou ik gewoon heel erg van combinatievoetbal. Ja, veel aan de bal zijn en ik denk dat hier allemaal aan de orde is. Dus dat is en zaterdag gaan we denken aan de effectiviteit ook, hè? Zeker, ja. Zaterdag begint natuurlijk de competitie. En naast goed voetbal gaat het uiteindelijk om scoren. Dus die kansen moeten we gewoon maken. En dan gewoon een mooie wedstrijd neerzetten voor het publiek, voor onszelf. En dat moet helemaal goed komen. Namens DVS TV en alle supporters wensen we je een fantastische tijd bij DVS 33. Yes, heel erg bedankt. Kijk heel erg naar uit. Okay.